Hoi, leuk dat je kijkt in deze video. Vandaag ga ik je laten zien wat we allemaal aan boodschappen hebben voor aankomende week. Kleine disclaimer, er rijdt een hakslag rond ons huis. Dat doet hij al vanaf 9:30 vannacht. Dus ik heb bijna geslapen. Dat is ook een beetje waarom de zwarte kringen dwars door mijn make-up heen komen. Dwars door mijn foundation. Die ik ondertussen al bijna afgezweet heb natuurlijk. Dus als je dat op de achtergrond hoort, mini blendertje. Het idee hebt van, hey, het is een hakslag. Maar goed, dat was even een disclaimer. Vandaag hoefde ik maar een half dag te werken, dus ik heb de boodschap bij mij in de buurt gehaald. En ik dacht, dan kan ik even voor deze meneer weer terug naar huis. Ja. Dus ja, en dan zijn het dus de Albert Heijn en de Aldi. Dus daar ben ik allebei geweest. Eerst bij de Aldi, om het meeste in te slaan wat ik kon inslaan. En wat ik niet kon vinden bij de Aldi, heb ik ze bij de Albert Heijn gehaald. En het is best wel veel, want we eten deze week met twee avonden met twee volwassenen. Drie avonden met twee volwassenen en twee kinderen. En twee avonden met vier kinderen en twee volwassenen. En de bakker was vanmiddag dicht. Dus ik heb geen brood meer in de vriezer liggen. Dus ik moest even wat broodjes en dingetjes inslaan. Ik heb weer een verdeling gemaakt tussen avondeten, dingen die ik niet eet en snacks. Dus ik neem het gewoon mee. We beginnen met het avondeten. Ik heb het ook echt gewoon per dag verdeeld. Vanavond eten we bloemkool. Die was 35% korting. Met aardappels en gehaktballen. Super makkelijk. Ik had geen zin om zelf te maken. En dat geldt ook eigenlijk een beetje voor aardappels. Ik heb nog denk ik wel ongeveer zoveel aardappels in mijn la liggen. Maar er liggen sowieso niks meer in de schuur. En in de aardappels zie jij niet zo. Ja. Niet meer zo lekker. Dus ik dacht, ik koop ze gewoon. Morgen eten we mihoen. Met, hoe noem je die? Kipsthee. Want ik ben pas laat thuis aan de hele dag werken. Pascal is pas laat thuis aan de hele dag werken. Die moet s'avonds eigenlijk na het avondeten gelijk weer door. En dan mag ik met deze meneer naar de puppycursus. Dus we moeten iets snels en simpels wat goed vult. Niet bepaald ketovriendelijk. Even disclaimer. Maar sommige dagen lukt dat gewoon niet. Dan eten we woensdag kipnoedels. Dus kip met groenten. De noedels liggen nog in mijn voorraadkast. Dus dat is voor één keer. Ik heb een groot pak kip gekocht. Want we eten later in de week nog een keer kip met groenten. Donderdag eten we risotto. Risotto rijst heb ik met nog een beetje garnalen erbij gehaald. En dat doen we dan tuinertjes en een courgette bij. Zodat het lekker goed vult. Dit blijft ook in de vriezer, dat gaan we niet allemaal eten met de risotto. Dan eten we vrijdag pasta. Ik heb nog genoeg pasta deegwaren dingen in huis in de voorraadkast. Maar Italiaanse groenten gehakt en kaas is dan wel handig. Ik heb ook nog wel spaghetti mix, dus dat moet goed komen. Zaterdag eten we altijd friet, maar de frikandellen zijn dit weekend opgegaan. Dus die heb ik er nog even bij gehaald. En dan eten we zondag tiki masala. Tiki masala saus heb ik nog in mijn voorraadkast gevonden. Dus gedeeld van de kip en een zakje groenten. En dan zijn we qua avondeten helemaal rond. Voor mijn lunch heb ik kipspiesjes gehaald. Grote zak met sla en eieren. Dus dan kan ik eerst met komkommer, met tomaatjes, met paprikaatjes. Kan ik lekkere salades maken. Maar dat ligt allemaal ook bij de snackgedeelte. Dan hebben we het hele gedeelte van eigenlijk alles wat ik eigenlijk niet eet. Waaronder een pak hagelslagreserve, want ik weet zeker dat met vier kinderen het pak wat we nu hebben heel snel gaat. Extra boterhamworst, want dat vinden ze allemaal lekker en ik heb nog wel, maar waarschijnlijk niet genoeg voor de hele week. Kant-en-klare kindercroissantjes gevuld met chocolade. Dit vinden mijn kinderen echt de bom, dat kan om in hun broodrommel te krijgen. Dus ik dacht, nou, hebben we dat ook weer voor een keertje. Dit krijgen ze echt niet iedere dag mee naar school, maar het is wel lekker voor hun voor af en toe. Dan was de roomboter op. Wij doen roomboter op ons brood. Of eigenlijk, ik eet geen brood. De kinderen en mijn vriend die eten roomboter op hun brood. Wachtboter was bijna op. Jam. De zoon van mijn vriend die vindt jam heel lekker. Hij is ook ongeveer de enige die het eet. Maar ik dacht, ik zal weer eens een nieuwe halen. Dan het brood van... het is niet een passiebrood, toch? Ja. Ik dacht, wij zijn zo verwend met mijn brood van de bakker. Dat ik dan maar zo'n soort brood haal. Keizerbroodjes. De bagels waren bij de Aldi. En ik vind zelf bagels echt lekker als ik een keer een koolhydraat craving heb. Dat ik die in de broodrooster even klaar maak. Zo zat het daar. Dus die heb ik ingeslagen. Ik weet ook zeker dat ze van het weekend weer opkomen. Croissantjes extra. Dus dat is een beetje nou ja, voor iedereen in ons huishouden die een broodmaaltijden eet. Dit is wat we dan hebben. Dit zijn een beetje de snacks en de random dingen. De kinderen hebben van die chocoladepoeder, maar ik had geen melk meer. En sowieso vind ik melk wel eens bijvoorbeeld lekker met dat soort dingen om ze dat te geven. Dus dit heb ik even ingeslagen. Pakjes drinken. Deze was ook met 35% korting, dus die krijgen ze normaal gesproken ook echt niet. Maar ja, hè, 35% korting. Dit is misschien een hele rare, omdat mijn jongste is eigenlijk al 4.
Maar ik vind dit soort dingetjes zo handig om eventjes in de schotrommel te doen. In een broodrommeltje. Gewoon gepureerd fruit. Dat gewoon uitgeknepen kan worden. Hun vinden het grappig, want hey, hebben ze iets speciaals, iets anders dan de andere kindjes. En ik vind het wel heel handig. Dus ik heb er zomaar twee. Kunnen ze één keer meenemen. We hebben appeltjes. Peertjes. Gewoon tussendoor snackjes voor de kinderen, voor ons. Paprika en komkommer. Want ik ga salade natuurlijk maken tussen de middag. En komkommer en paprika zou ik eventueel ook met mijn hummus die ik van vorige week nog echt wel over heb kunnen snacken. Ik geef ook mee aan de kinderen, dus ook prima. Met tomaatjes, want ik heb er serieus echt nog. Waar staat die andere? Oh. Tomaatjes, want ik heb er nog maar twee. Oh, hier zo staan ze. Kijk, niet kleine. Tomaatjes. En ik wou gisteren salade maken, dus dat was echt niks veel. Dus een nieuwe emmer met tomaatjes. Dan gaan we weer eens wat yoghurt doen als tussendoortje. Het kan met frambozen, het kan met, nou ja, de appel met de peer. Gewoon zo, met proteïnepoeder. Frambozen die worden echt super veel gegeten bij ons in huis. Als ze zien, zijn ze op. Dus we waren in de aanbieding bij de Albert Heijn. Dit is chocola voor na het avondeten. Ik heb er nu drie repen in gehad. Deze van Aldi vinden we echt super lekker. Ik dacht, we gaan die nog eens een keer proberen. We hebben voorlopig genoeg. En bananen ook een beetje, ja. Kinderen vinden dat heel erg lekker. Dus dat is een beetje wat waarschijnlijk een goede week gaat. Het was het wel een beetje voor deze video. Alles wat wij gaan eten zet ik in de omschrijving qua avondmaaltjes en qua snackopties die ik heb. Die zet ik altijd beneden neer, dus ik ga ook nog even kijken. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond en te abonneren op mijn kanaal en op de notificatiebel te drukken om op de hoogte te blijven van video's. En dan zie ik jullie in de volgende. Bedankt voor het kijken. Doei!